Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft vannacht in Aalsmeer gelogeerd om eens zelf de vliegtuighinder van Schiphol te kunnen ervaren. Daarmee komt ze haar belofte na die ze vorig jaar september voor de camera van NH Nieuws deed. Dus laten we daar dan maar eens naar gaan kijken of dat lukt. En dan doet u het. Dan doe ik het zeker, ja. Van Nieuwenhuizen sliep in een woonark in jachthaven De Oude Werf van eigenaar Daniel Harting, die de vliegtuigen dagelijks hoort overkomen. Iedere nacht is weer een verrassing. Ze heeft in ieder geval de indruk gekregen hoe het zou moeten zijn. Namelijk rustig. Ik was er natuurlijk nu ook wel heel erg op gefocust. Maar je hoort eigenlijk continu een soort van achtergrondruis. Het is heel moeilijk over te brengen. En daarom was het denk ik ook goed dat ik hier was en het zelf heb ervaren. Want net zo goed als dat ik het nu moeilijk kan overbrengen, is dat voor mensen ook anders moeilijk om het aan ons in Den Haag uit te leggen. De minister had een relatief rustige nacht. En dat komt niet vaak voor in Aalsmeer. Voor de inwoners van Aalsmeer heel prettig, want er zijn maar weinig nachten per jaar die rustig zijn. En de minister trof het dat het vannacht ook heel rustig was in Aalsmeer. Dus een echte indruk heeft ze niet gekregen hoe het is voor de inwoners. De minister en de Tweede Kamer moeten snel een knoop doorhakken over de groei van Schiphol. Dat kan als de hinder afneemt. Een voorwaarde waarvan Nieuwenhuizen zelf mee akkoord is gegaan. Wat Aalsmeer betreft kan er geen vliegbeweging meer bij. Want groei en hinderbeperking gaat niet samen. Wij hebben de minister in principe opgeroepen om in te zetten op Krien. Nou, we gaan eerst met elkaar nog vastleggen de 500.000 vluchten die er nu zijn. Daar moet nog een heel juridisch traject voor worden doorlopen. En dat is ook heel belangrijk voor de mensen. Dat de afspraken die er nu zijn, dat die ook afgedwongen kunnen worden. Dat die nagekomen moeten worden. Denkt u dat het nachtje slapen een verschil heeft gemaakt? Als ze niet was komen maken, had het in ieder geval geen verschil gemaakt. En ze is gelukkig wel gekomen. En of dat werkelijk verschil heeft gemaakt, zal lastig te meten zijn. Maar ze is in ieder geval geweest en dat is het mooie.